It is the 10th anniversary of a tragedy. But it is, I hope, also a feast of hope. 10 jaar na de invasie, 10 jaar bezetting. Het is een zeer trieste verjaardag. We vonden dat er echt wel een soort van evenement moest zijn. Er zijn ook evenementen in Gent geweest, in Brussel. Dus een soort commemoration, een soort herdenking van die tragedie. Can you just remember that it didn't happen only then? It's still happening today. We've left a Vichy government in Iraq, which is killing the people. And everybody would say, well, it's the Shiites and the Sunnis, as the Iraqis, they are killing themselves. Iraq has been destroyed. It was attacked, it was occupied, and it was destroyed. And 10 years have passed, and still the world does not even recognize, do not accept, neither the USA nor the UK, or indeed other countries, including, incidentally, Belgium. Nobody wants to admit that what I have done was so illegal, so immoral, so unethical, but still they want to ignore it. And the consequences are still going on. So we want to draw attention to this fact, to raise awareness that this problem continues. It didn't go away. People are still dying. Om die verjaardag een soort, als ik het zo mag zeggen, feestelijk element te geven, om daar iets speciaals van te maken, dachten we, prijzen uitreiken is toch wel iets. Mensen verdienen dat ook. Aysen Berktay, dat heeft zeker meegespeeld, zit in de gevangenis, medestichter van het World Tribunal on Iraq, waarvan het Brussel Tribunal de openingssessie was. Zit er al 18 maanden in de gevangenis. Dus een prijs is natuurlijk ook een drukkingsmiddel. So the first award is the award for solidarity and the award goes to Aysen Berktay, co-founder of the World Tribunal on Iraq. At the present moment in Iraq, it is estimated that there are at least 10 deaths a day. And if you add this up, you're talking about more than 5,000 people a year. And this is a mass grave by any standard. Iraq today is 100 times worse than it was under Saddam Hussein. Because at the present moment, there is no infrastructure, there is no water, there is no electricity, there is no health, there is no education. You have children living on garbage piles because they don't have anything. You have, most importantly, you do not have the security, i.e. you don't know if you leave home, whether you're going to return or not. And this is the biggest abuse of human rights. It's a great honor for me to be with you today to receive this prize. Voor Odai ligt dat een beetje anders. Het is meer zeggen, kijk, die man waagt zijn leven elke dag om dat massaal protest. Dus is leider van de Popular Movement to Save Iraq. Die reist het land rond om al die betogingen mee te organiseren. Ook eigenlijk een beetje als pars pro toto van het hele Iraakse volk. Dus we geven hem een prijs, maar eigenlijk geven we al die mensen die op straat komen en hun leven wagen, hè, want er zijn altijd helikopters, er worden mensen doodgeschoten elke keer dat ze betoogd wordt, om heel het Iraakse volk een prijs te geven. This prize is kind of motivation for us to continue our struggle. So thank you very much.